so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Ja, jullie weten dat ik ook voor Alzheimer loop en de dierenbescherming loop. Ja, Alzheimer. Daar heb ik nou een speldje voor gekregen. Je moet hem opdoen. Alsjeblieft, vergeet mij niet een speldje. Nou, ik hoop dat jullie het kunnen zien. En bij wie zitten we? Nou ja, bij niemand anders dan onze lieftallige Dick. Ja, echt waar. Hoi schat. Hoi schat. Dag schat. Nee, moet je zeggen dag volgers van Corina en de Betemol. Wie spreek je dan? Nee, ik ben aan het vloggen. Ja. Ik ben aan het vloggen. Ja. Ze is bij mij nog visite. Inderdaad. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is al laat, het is 15:32 en ik hoop dat ik het allemaal nog red wat ik eigenlijk vanmiddag wou. Want ik wil even naar de dierenwinkel toe met de twee meisjes van mij. Want ja, ik had al bij Rijke één vlootje gevonden. Dus één vloot betekent dat er meerdere zijn. Maar dan moet ik een heel in lopen. En ik kom net van beneden. Van boven. Ik heb knallende hoofdpijn gehad. En misselijk en beroerd ervan. Dus ja. Ik had weer even een terugval. Ik ben nog niet helemaal... Ik ben nog steeds lamblendig en alles. Maar oké, jullie weten dat ik ook voor Alzheimer loop en de dierenbescherming loop. Alzheimer. Daar heb ik nou een speldje voor gekregen. Die moet dan opdoen. Alsjeblieft, vergeet mij niet een speldje. Nou, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hij is wat wazig, hè? Nou, ik denk dat jullie het wel eens kunnen zien, hè? Dat het is een vergeet me nietje. Maar het is een pin. Maar ik meen dat een pin van achter een recht dingetje had. Maar die is krom en er zit er zo'n zwart hoedje op. Nou, die ga ik straks op mijn vest doen, want ik doe wel een vest staan. Geen jas, maar een vest. Die hierbij pas om die kick uitgooien. Ja, een jas kan ik ook wel uitgooien, maar die jas die je stroopt, want die strookt langs je mouwen, dat vind ik niet lekker. Maar in ieder geval, door dit vergeet mij niet speldje te dragen, laat u zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Tegelijkertijd draagt u bij aan bewustwording rondom de ziekte. Dus ja, wat gaan we gewoon proberen te dragen. Enkel, ik zeg niet dagelijks. Nee, maar gewoon waar het op kan. Zoals op een vest kan het, maar op mijn jas denk ik weer niet. Nee. Dus, als het onder je jas zit, ziet niemand het, hè? Nee. Dus dat gaan we straks even proberen. Maar ik wens jullie natuurlijk allemaal een welkom. Dat had ik al gezegd. En had ik ook al gezegd dat het zaterdag was, de 27e van de 9e, 2023. En we leven om 15:34. Ja, en dat allemaal in de locatie Den Helder. Ja, ook dat nog. Ja, want dat is mijn woonplaats, stad. Ik zeg het is een dorp. Nee, ik zeg het is een stad. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, dat is het zijne. Ja, toch? Ja. Maar ze zeggen het was vroeger een dorp. Nou, daar weet ik dus niks van. Ik weet niet beter dan dat het toch een marinestad is, een marinevestiging. Ja. Maar ja, ik moet mijn pc een boost geven. Ja, maar dat kost me geld. Wat denk je wat ik doe? Twee keer niet dus. Maar dan moet ik alweer even
Oh nee, bedankt, sta daar. En dan krijg ik dat nog weer. Hup, weg. Weg. Ja, toch? Ja. En de deur gaat heen en weer. Nou, jullie horen het wel. Ik ben al lang niet goed. Nee. Maar het maakt allemaal niet uit. Het is dat hoest, het blijft toch bij mij zo lang hangen. Ja, dat is vreselijk. Maar in ieder geval, en mijn neus. Daar zegt die 21, boven had ik het gevraagd. Dat is nog steeds hetzelfde. Dus ja, we gaan er lekker er vandoor. Ik neem geld en alles mee, dus ja, dan... we moeten toch ook betalen, hè. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet mee. Deze camera laat ik thuis, maar die neem ik mee. Want ik mag meestal daar filmen. Nou, als ik dat red, dan film ik. Ik ga mijn meisjes ook wegen. Dus ja, ik vraag gewoon of ik hulp krijg en dan kan ik ook filmen. Ja, komt helemaal goed. Dus, want ik wil het gewicht van de meiden hebben. Ja, echt. Hé? Want Rijke die klauteren, die bijt er helemaal op de einde rug bij de kom, bij de richting staart. Helemaal kort gewiekt is ze daar. Ze de lange haren er helemaal weg. Ik weet wel, die krulletjes, die lange haren, dat geeft natuurlijk ook jeuk. Dat kriebelt met die wind, dus ja. Dus, maar oké, komt allemaal goed. Ik hou gewoon zelf ook vol goede moed en we gaan er gewoon vandoor. Ik moet die kant op. Ja, naar de visbuurt heet dat daar. Dus ja, we komen jullie, daarom zeg ik, die gaat mee. Dus, komt ze zelf goed, ik zou zeggen, tot later en geniet van jullie dingen. Ja, we zijn al bij Blokken geweest bij de dierenwinkel. Daar heb ik helaas niet kunnen filmen, want dat werd me daar een beetje te druk allemaal. Met een hele grote hond. Nou, dat wil je niet weten. Ik heb deze gekocht. Koudtabletten. Dat was wel een rip uit mijn lijf. Maar dat heb ik liever dan dat ik met druppeltjes moet gaan zitten te knoeien in de nekjes. Want dat is zoiets, bij de een helpt het wel, bij de ander niet. En dan kunnen ze ook wel zeggen van, nou, een vlooieband, nou, dat werkt nog veel minder. En dit is echt heel erg goed. Want Rijka had er ooit in het verre verleden al eentje gehad van de dierenarts. En toen was ze in de tijd van de munt van haar nest vlooien af. Ja, en van de vlooien die Zuid-Roemenië meenam. Ja. En bij wie zitten we? Nou ja, bij niemand anders dan onze lieftallige Dick. Ja, echt waar. Hoi schat. Hoi schat. Dag schat. Nee, moet je zeggen dagvolgers van Corina en de Beestenbol. Wie spreek je dan? Ik ben aan het vloggen. Ja. Ik ben aan het vloggen. Ja. Ze is bij mij op visite. Inderdaad. Ik dacht dat ik je dochter was. Nee. Ik ben nou eventjes aan het filmen. Aha. Dus. Maar in ieder geval. Ja, moet je gapen? Nou, als je moet gapen, moet je gaan slapen. Zegt vrouwtje altijd. Hé? Meisje, heb jij een andere rolstoel? Want ik mis wat. Jij had bij je rolstoel toch van die platen erop? Waar je die eraf gehaald? Heb je tegen mij? Ja. Hier erop. Oh, zit je aan de andere kant? Oh ja, die had je toch ook aan de andere kant, of niet? Nee, die is kapot. Oh, krijg je wel weer nieuw? Moet ik zelf laten maken, maar. Nou. Ik wil het alleen maken met de foto. Hij wordt wazig. Ik wil het alleen maken met de foto van jou erop. Nou, echt niet. Echt niet, hè? Nee, ja, kind. Nee, ja. Dat doen we niet, hè? Nee. Ome Dick hoeft niet een foto te hebben op zijn kar. Nee, hoor. Nee, hè, schat. Kijk, zij vergaat ook van die ook, dat kind. Maar ja, dat gaat snel over nou. Je hebt nou tablet gehad, andere maand weer. Ja, we zullen thuis noteren. Ja. Dus ja, nou, lieve vrienden, ik is de Elwing eigenlijk. Oh, daar.
daar is mijn grote meid. Die heeft er ook eentje gehad. Die lag lekker buiten, boven hey, de poort. Ja, nou. Ja, nou. Jij. Ja, ja. Jij, kind. Jij, schatje. Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen en geniet een beetje mee. In de groeten. Van Dick. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik ben het hele boekje ben ik zoek geweest vanmiddag, hè, dat ik jullie welkom heette. Ja, ik zei dat het zaterdag was, maar dat is nog lang niet, nee. Het is woensdag, dus hoe dom kan ik geweest zijn? Zaterdag, nee. Woensdag is het, ja. Ik was het boekje helemaal eventjes zoek. Maar ja, we hebben wel een gezellige middag gehad, ondanks dat ik nog steeds lamlendig en half ben. In mijn hoofd, daar is denk ik ook doorgekomen, ik ben er helemaal niet bij. Maar in ieder geval, de meiden hebben bij mijn maatje Dick de pillen gehad. Deze is voor Rijka, met dat hondje erop. En deze is voor Elwing. En dan moet ik de datums opschrijven wanneer ze weer moeten. Dat is andere maand. En dan dezelfde datum dan vandaag. Die is nu de 27e. En nou ja, we houden vandaag de rust erin. Chelsea die komt niet en Sky die komt heel even, want die zou tegels op kunnen halen en die brengt hij hier. En dan laat hij Chelsea bij Patrick. Nou ja, met Patrick komt dat ook wel weer, denk ik, tussen mij en hem goed. Maar ik wil gewoon even de rust bewaren, weet je. Dat ruzie tussen die twee, dat kan ik eventjes niet handelen. Trouwens, ruzie, er was geen ruzie. Patrick die deed raar, in mijn ogen. Maar ja, wie ben ik? Het is mijn ogen, mijn belevenis. En dat uit ik, zo simpel. En ja, en dan dat, ja, jullie weten wat er allemaal gebeurd is. En ja, als het mijn keuze was geweest, als ik... Ja, ik had niet teruggegaan, maar wie ben ik? Dat is mijn... Ja, mijn ding. Maar in ieder geval, het is hun leven wat hun willen, dat moeten hun weten. Dat hoef ik niet over te beslissen, nee. Maar in ieder geval, de meisjes die hebben ook net wat lekkers gehad. Ik zal straks ook iets meegeven voor... Oh, wat gebrom. Chelsing, ik vergeet die naam steeds hè, van dat beestje. Kan ik niks aan doen, maar het is nou eenmaal zo. Chelsea. Ja. Zal ik ook een zalmhuidje meegeven? Dat hebben mijn meisjes net ook gehad. Die hebben het al op die liggen nou te genieten van de rust. De een op de bank, de andere in de mand. We hebben heerlijk genoten. Ze hebben ook bij Dick, mijn maatje, wat lekkers gekregen van hem. En ze hebben natuurlijk die koutabletten gehad. Nou, die vinden ze ook lekker. Dus ze hebben twee keer wat... Nee, nog wat meer. Want ze waren zo ontiegelijk lief. En met Dick met de rolstoel was, waren hun ook. Dus ja, twee hulphonden. Wat wil je nog meer? En dan hebben ze ook voor mij even nog een valksnoepje tussendoor gehad. En dat ik wegging ook weer eventjes. En toen zijn we weer gaan lopen. En ja, toen kwamen we weer thuis. Toen kregen ze ook weer een vrolijk snopje. Omdat we thuis kwamen. En ze hebben een zalmhuidje gehad. Jullie horen het. Ja, gaat eventjes. Dat wordt deze zometeen. Ja, ik had nog een... Kom morgen ook wel. Even naar de DA morgen. Ja, komt helemaal goed. En dan haal ik weer eventjes van die andere snoepjes. Ja, ik zit nog gewoon vol. Ik wou dat dat dus maar overging. Benauwd heb ik het niet. Totaal niet. Want anders pak ik dat spul wel, die inhaler. Nou, heb ik gewoon niet nodig. Maar mijn keel...
gaat gewoon weer een beetje zeer doen door het hoesten. Maar komt ook allemaal wel weer goed. Ik voel me verder ook wel goed. Het is ik, dat ding. Mijn hoofd. Ja. En daardoor voel je ook lammel in de dag van, knap nou op, mens. Ja, want je moet andere week, niet, ja, weet ik veel, ja, aankomende week, moet ik lopen. Dus ja, ik moet de poster ophangen. Moet ik nodig doen. Dus ja, en ik heb hier mijn verjaardagskaart liggen. Moet ik even bekijken wat van wie is en of er nog wat in staat, een boodschap of wat dan ook. En zo niet, gaat het weg. Ik had, even zien, maandag een kaart verwacht van iemand die donders goed weet dat het een KUT-dag was voor mij. 25 september, mijn trouwdag. Ik had 15 jaar getrouwd kunnen wezen, maar ik heb helemaal niks genomen van eigenlijk twee personen. En dat is Corrie, daar had ik een kaart van verwacht. Ze wil niet meer komen, prima. Dus dat laat ik wel even weten van waarom geen kaart, weet je. Had ze op zijn minst even een kaart gestuurd. En van mijn zwager, maar ja, die is niet op onze trouwerij geweest, helaas, pindakaas. Maar die weet het wel. Maar ja, die zit ook meer met zichzelf in de lappenmand. Want die gaat ook regelmatig eens een keer naar het ziekenhuis toe. Want dan, die heeft het een beetje aan het rikketikketje. Dus die neem ik het niet echt kwalijk. Maar Corrie die weet het. En die heeft ook een soort met gedenkhoekje van Jack neergezet. En die weet ook dat wanneer we getrouwd waren zijn. Want die was er wel bij. Die was getuige. Noem maar op. En ze is niet dement. Dus ja, ik weet niet. Misschien dat het aan mij ligt. Ik niet weten. Maar ja, ze willen ook niet meer bij me komen. Omdat ik anders denkend ben. Mijn eigen mening heb. Zij zegt dat ik een complotdenker ben. Nee, want een complotdenker die doet in mijn ogen nog veel meer dan dat ik doe. Ik ga niet te demonstreren en op de weg zitten of weet ik veel wat. Daar bemoei ik me allemaal niet mee. Ik heb gewoon een andere mening. Ja, en dat is ook nadenken. En nadenken kent iedereen wel. En je kent ook je huiswerk. Ja, dat noem ik gewoon huiswerk. Als je wat wilt weten, dan ga je het niet aan mij vragen. Of niet aan je man, of wat dan ook. Nee, vraag het aan Google, want die weet veel meer dan wie dan ook. Ja, dus dan kom je erop uit. Net zoals wat ik toen ook gedaan heb, destijds, met corona. Nou, wil je weten of corona een nieuwe ziekte is, ja of nee? Ga dat uitzoeken. Hè? En ga zoveel mogelijk uitzoeken. Dan kom je erop uit dat het al in de 13e, 14e eeuw de corona bestond. Dus geen nieuwe ziekte, maar een oude ziekte die al eeuwen bestaat. Dus ja, dan zeg ik op mijn beurt, dan hoef ik niet een vaccinatie te hebben. Nee, want die haalde ik ook niet voor de griep. Nee, want dan word je juist ziek. Je moet gewoon op een normale manier ziek worden en op een normale, gewone manier weer gezond worden. Je lichaam doet dat zelf, die haalt al het vuil eruit. Nou, dat gebeurt nou bij mij. Ja, en je kan gewoon met op kruidenbasis spullen krijgen van die bekende dokter met die vleugeltjes. Dan weten jullie denk ik wel wat ik bedoel, die dokter. Kun je spullen kopen, dat je ook weer geneest. Dus ja, je hoeft niet naar een huisarts, want die moet je niet meer vertrouwen. Want je krijgt denk ik maar vergif, vergif, vergif. Ja, dat wil je ook niet toch? Nee, je wilt weer bovenop komen. Nou, daar ben ik mee bezig. Ja, nou, ik heb nog één snoepje van die dokter en deze. En maar het komt allemaal gewoon goed. Ja, gewoon huppata, doorgaan met die banaan. Kijk nou, hoeveel kilometer heb ik? Oh, dat valt een kaartje. Nou, laat maar even liggen. Ik ben dus hier, het is eigenlijk één rechte streep die ik gelopen heb met een paar bochtjes erin. Daar naartoe. Historie weergeven. Wandelen. Maar ja, terwijl de app aanstond, heb ik ook dus twee bakken koffie gehad, terwijl de app aanstond. Dus ja,
Ik heb er heel lang over gedaan in principe, omdat ik pauze heb gehad. Ja. Maar het is wel komisch. Ja. Nou ja, een rechte streep, nee ja, langs die gracht, maar toen ben ik een bocht omgegaan. Ja. Ik hoop dat jullie dat zien. Eén hele lange rechte streep naar beneden en toen een hele grote bocht en weer een stukje. En weer een stukje terug en daar ben ik weer geparkeerd op een hoekie, ja. Dat is op dat hoekie daar links, daar rechts. Dus ja, dat dus. Daar zat ik op visite. Maar ja, straatnamen zien jullie lekker niet, lekker pa. Ja, bij het vlaggetje, daar ben ik begonnen. Nou, en daar ben ik ook weer geëindigd. Ja. Dus. Ja, en dan ben ik daar in een winkel geweest aan die kant. Ja, en daar heb ik op de koffie gezeten. Dus ja, gezellig. Helemaal leuk. Maar ja, ik moet nog eventjes wat anders zoeken. Die moet ook weg. En dan moet ik daar naartoe. Dat is de cijfer 1. Ja. En dan maken we er een foto. Nee, ik moet er een foto van maken. Kom op. Hup. Nee, dat ook niet. Weg. Komt omdat ik een scheve vinger heb. Ik wil niet altijd. En dan stuur ik die foto op naar Dick. En dan moet Dick weer zoeken daar. Kijk. Dit is de cijfer 1. Zo, toch leuk? Ja, het komt helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon geniet van jullie avond. Doe je ding. Smakelijk eten als je nog eten moet. Ik moet ook nog eten. En bon appétit dus. Ja, en tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, we zijn weer bij elkaar om afscheid te gaan nemen van deze dag. En we gaan weer op naar de nieuwe dag, want het is alweer reeds, ja, 1:47, dus ja, zeg maar, loop weer tegen 2 aan in de nacht van woensdag op donderdag. Ja, en dat ik in de war was, dat het zaterdag was, ik snap het nog niet, maar ja, het zal. Iedereen is wel eens in de war, net zo goed als ik. Maar in ieder geval, ik zal zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal op de wacht. En ik zeg gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zal zeggen, tot later.